Waldemar Torenstra, welkom. Tigo, welkom. En Arne, de regisseur van de film. Arne, Tony, je bent ook aangeschoven. Jullie beginnen maandag met de opnames van de film? Ja, aankomende maandag, eerste draaidag. Heel spannend. Zit er een misdaadverslaggever in de film eigenlijk? Nee, nog niet. Heb je nog... We zoeken nog een lijk. Nee. Ja. Dan moet je Hiddema hebben. Alsma broeien. Wees nou eens ontspannen, Peter. Ik vind jullie wel heel erg creatief in de beledigingen vanavond. Ieder onderwerp is eigenlijk geschikt om elkaar de mantel uit te verken. We hebben het over het begin en niet het eind. Nee. Oké, okay, nou, een lijk is gevonden. Een misdaadverslaggever ook. Maar Waldemar, het zijn natuurlijk grote schoenen om te vullen. De schoenen van de kok. Ja, zeker. Meneer Reumer. Dat de grote schoenen gevuld zijn aan het einde. En dat wij helemaal naar het begin gaan. Nog voordat dat we ooit eigenlijk van hem gehoord hebben, als hij net uit Ur komt. En dan, daarmee hoop ik dat we gewoon onze eigen wending eraan mogen geven. En dat is ook met Arne als regisseur, die zal er in beeldtaal... En het wordt natuurlijk een film, in eerste instantie, zal het zoiets anders zijn. Er zullen zeker mensen staan om te zeggen dat het niet zo was zoals zij gehoopt hadden. Maar ik hoop en denk dat er heel veel mensen gaan zijn die heel blij zijn dat we er een nieuwe... eigentijdse vorm voor hebben. Maar heb je getwijfeld even toen het... Zeker, zeker. Het is, je hoort en leest al in je hoofd alle recensies en meningen van anderen van moet dit nou weer een keer? Ja. Maar de combinatie van dat het verhaal totaal anders is, dat het een veel meer character, dus vanuit karakter gedreven verhaal gaat zijn. En dat Arne het deed, was voor mij echt wel een reden om gewoon meteen te denken, ja, dit wordt gewoon te gek. Ja. Zitten er fans aan tafel hier van de kok? Hebben jullie het gezien op televisie? Of, Ja, zeker wel gezien. Ja? Ik vroeg me af wie het eerst zou reageren. Goh, hij heeft het gezien. Hebt u het zelf ook gezien, nee, of niet? Want hij heeft het nooit over gehad. Dus dan heeft het niet mijn aandacht gekregen. Ja, ik weet niet wat ik moet doen hier aan tafel. We gaan een muur bouwen. Zo moet ik rijden. Ja. Vond je het goed, Peter? Vond je het een goede serie? Ik vond het altijd heel goed gemaakt. Je zag dat er veel tijd en geld en moeite ingestoken was. En, als misdaadverslaggever is het niet dat je zegt van... jongen, daar steek ik enorm veel van op. Maar het was heel boeiend om naar te kijken. Ja.